Hey, wat leuk dat je kijkt naar een nieuw filmpje. Je ziet het boek al staan en jullie kennen dit boek al, want wat is ook alweer de titel van dit boek? Ja, Drakenslot. En we gaan dit boek nog een keer lezen, maar nu een beetje anders. Jullie kennen dit verhaal al, misschien heb je het al vaker bekeken, het filmpje. Maar nu ga ik jullie heel veel vragen stellen. Of je nog het verhaaltje kent en wat er allemaal gebeurt. Dus daar gaan we. Het boekje heet Drakensnot, maar waarom Drakensnot? Wat is er met de draak aan de hand? Ja, hij is verkouden, hè? En wat doe je allemaal als je verkouden bent? Wat gebeurt er dan? Je moet dan vaak niezen. En nu is het heel belangrijk dat als je niest, dat je dat op de goede manier doet. Wat is ook alweer de goede manier van niezen nu? Ja, in je elleboog. Archie. Ik weet niet of de draak dat ook doet, in zijn elleboog niezen. En wat komt er allemaal uit je neus? Snot. Ja, drakensnot. Bij een draak is dat misschien wel echt heel veel. Misschien moet je ook wel hoesten als je verkouden bent. Ja, nu zien we op de kaft van het boek dit diertje. Wat voor dier is dat ook alweer? Ja, het is een konijn. En wat is haar naam? Dat is misschien wel een beetje, misschien ben je het vergeten, maar ze heet Koosje. Koosje het konijn. En de draak heet, begint met de Giorgio. Ja, nou, daar gaat het boek dus over. Nou, ik ga dus voorlezen, maar ik ga dus ook veel aan jullie vragen of jullie het een beetje kunnen vertellen. Nou, we beginnen in het bos. Er zijn twee dieren. Een konijn, Koosje konijn en een beer. Heel goed. En ze zijn wat aan het eten. Twee dingen, namelijk appels. En die ander is misschien een beetje lastig om te zien. Koosje konijn heeft er eentje in haar hand. Het is een vrucht, een beetje paars. Het is een braam. Ja. Op een mooie dag zitten Beer en Koosje te snoepen van een mandje vol bramen en appels. Heerlijk, zegt Beer. Maar dan glijdt er een schaduw over het bos. Waar zou die schaduw van zijn? Ja, ik denk dat Giorgio de draak er overheen vliegt. Dan krijg je zo'n schaduw over de grond. Opeens klinkt er een enorme dreun. Boem. Wie is er gevallen op de grond? Ja, Giorgio. De bomen trillen ervan. Koosje vraagt geschrokken of roept geschrokken. Wat was dat? Het kwam van de heuvel, bromt Beer. Kom, we gaan kijken. Nou, ze gaan dus kijken. Maar er gaan meer dieren mee. Ja, want de andere dieren hebben het geluid ook gehoord. En het wordt ook een beetje mistig in het bos. En waar komt die mist vandaan? Wat doet Giorgio de draak, waardoor het mistig wordt? Ja, hij is aan niezen, hè? Ja, dan komt er zo'n hele mist. Een heel mist door het bos. De vogels die zingen niet meer. Het bos wordt er een beetje verdrietig van. Ja, de bloempjes gaan hangen. De bomen kijken treurig. Ze gaan verder en dan komt er iets belangrijks, want dit noem je een heuvel. Zo, een heuvel is iets minder hoog dan een berg. Een berg is heel hoog, een heuvel is iets minder hoog. En zij zijn aan de voet van de heuvel. Nou, zou dat dan bovenop zijn of meer beneden? De voet van de heuvel. Ja, het is meer beneden, hè? De voet van de heuvel. Net zoals onze voeten zijn ook beneden, dus de voet van de heuvel beneden. En daar staan de dieren. Ik zie niks meer, roept de egel angstig. Sst, fluistert Beer. Ik hoor iets, luister. En vanaf de top van de heuvel klinkt een heel vreemd geluid. Nou, ze gaan erheen. Ja, welke dieren zijn er een beetje bang? Ja, hier, de beer is bang. Is Koosje ook bang? Hoe ze loopt? Niet zo, hè? Nee, zij is misschien wel nieuwsgierig. Wat zal het zijn?
Nou, en wat gebeurt er op die heuvel? Wat doet Giorgio de draak? Hij is aan het niezen. Zo hard dat je hier de letters zo kunt zien staan. Wa-tju! Wa-tji! En niest hij in zijn elleboog? Nee hè, kijk, alles gaat overal heen. Alle dieren rennen weg. Het is een monster, het is een monster. En als de dieren beneden zijn, zijn ze Koosje kwijt. Waar is Koosje? Ja, Koosje, kijk maar. Die is nog bij de draak. Ja, die gaat eens vragen. Wie ben jij? Ik ben Giorgio, grond en monster. Giorgio de draak. Oh, er komt niet vaak een draak in het bos. En daar heeft Koosje gelijk in. Want draken wandelen normaal niet in het bos. Dat zegt Giorgio ook. Want er zijn bomen, sprieten, vindt hij niet fijn. Waar wonen draken? Weten jullie het nog? Hij heeft het gezegd. Hij vindt het fijn bij de bergen. Ja, maar als wij naar de bergen toe gaan op vakantie, zijn daar dan draken? Nee. Draken bestaan eigenlijk niet, maar in verhaaltjes wel. Dus Giorgio de draak zegt dat hij bij de bergen woont. Nou, en Koosje vraagt, blijft u lang? Nee, zegt Giorgio, ik blijf niet lang, maar hij kan nu niet vliegen. Waarom kan hij niet vliegen? Want hij is verkouden. Ja. Nou, Koosje gaat terug naar de dieren. En de dieren zeggen, blijft hij een week, roept de egel, blijft hij een week? Alle bomen gaan dood door zijn stinkadem. Kun je hem niet wegjagen, vraagt de muis aan Beer. Beer schudt zijn hoofd. Als hij honger krijgt, dan eet hij mij in één hap op. En jullie als toetje, met grote ogen kijken de dieren elkaar aan. Wat nu? Somber zitten ze na te denken. Maar Koosje krijgt een idee. Wat voor idee krijgt Koosje? Ja, we moeten hem eten brengen. Dan heeft hij geen honger. Dan gaat hij niet de dieren opeten. Dus, Koosje gaat even weg. Ze zegt, ik ben zo terug. En de beer roept nog, wacht. Ik ben niet goed wijs. Maar Koosje is al weg. Met de appels. Wat gaat ze met die appels doen? Kijk, waar zitten die appels in eigenlijk? Hoe heet dat? Ja, een mandje. En ze gaat met dat mandje vol met appels naar... Naar waar? Ja, naar de draak. En wat doet de draak? Wat zien we op het plaatje? Ja, die eet ze in één keer op met mandje en al. Nou ja, eerst wilde die trouwens niet, hè? Zien jullie dat? Hij denkt, appels? Pff, ik eet geen appels. Maar toch... vond ze toch wel lekker. Dus toen, nadat hij die appels heeft gegeten, wat zijn de dieren nu aan het doen? Ja, ze verzamelen allemaal groenten en fruit en gaan die brengen. Maar niet alleen groenten en fruit, maar ook keukengerei, dus pannen en zo. En ze gaan voor hem koken. En het eerste wat ze voor hem gaan koken, daar heb je veel groente voor nodig en een grote pan en water. Wat zou dat zijn? Het is soep, had je het goed geraden? Kijk, Beer heeft soep gemaakt. En wat voor soep? Ja, groentesoep. Nou, daar gaat hij dus wel van eten. Iedereen krijgt een kobbertje en Giorgio slobbert, dat is met je tong zo... slobbert uit de pan. Hij likt hem helemaal leeg. En dan zegt hij dat was lekker. En dan komt zijn volgende vraag. Heb je daar nog meer van? Dus nou, naar die groentesoep blijft het niet alleen. Hier komt al het eten. Als eerste krijgt hij een fruitontbijt. Daarna een salade van komkommer. Dan nog een lekker soepje gemaakt van deze oranje groenten. Dus dat is, heel goed, pompoensoep. Dan nog een hele berg vol met fruit. En wat voor fruit is dit? Dit zijn kersen. En als laatste ook nog, dat zijn die bruine of witte, champignons.
Ja, wat maken ze daarvan? Oh, hier staat een paddenstoelenschotel. En elke keer als hij iets op heeft, zegt hij lekker. En heb je daar nog meer van? Nou, hij eet zijn buikje vol. Hij vindt het allemaal lekker. En hij zegt, ik voel me fantastisch. Die nacht blijft Koosje op de heuvel bij de draak. Als het kampvuur uit is, kijken ze samen naar de sterren. En Giorgio vertelt stoere verhalen over zijn drakenleven. Daarna zingt Koosje liedjes tot de draak in een diepe, ronkende... Kunnen jullie ook ronken? Dat is eigenlijk snurken. Snurk maar even mee. Hij valt in een ronkende slaap. En dan de volgende dag. Wat gaat de draak doen? Ja, hij voelt zich weer goed en hij vliegt weer naar huis. Kijk maar, we zien alleen nog maar zijn staart. Ze zijn allemaal blij. Blij dat Giorgio weer beter is. Niet meer verkouden. Blij dat Giorgio weer naar huis gaat. En hij zegt nog, jullie hebben goed voor mij gezorgd. En Koosje zegt dan nog, eigenlijk was hij best aardig. En de lucht is weer helder en schoon. Nu is de lucht weer schoon. De lucht was vies. Waardoor kwam dat ook alweer? Door de stinkadem. Ja. Van de draak. Maar die is nu weg. Dat was de laatste bladzijde. Dat was dus weer Drakensnot. Wat fijn dat jullie mij geholpen hebben met het verhaaltje voorlezen. Ik vond het gezellig. Doeg!